Hey, welkom bij Beweeg met Bart. We gaan vandaag opnieuw een training doen die zeer toegankelijk is voor iedereen. Voor we starten wil ik het nog even hebben over het fantastische proces van autofagie. Autofagie is eigenlijk het opruimproces in ons lichaam, in onze cellen, dus in die hele kleine deeltjes waaruit we opgebouwd zijn. En dat opruimproces komt eigenlijk een beetje overeen met het vuilnis buiten zetten in je huis. Je moet je eens voorstellen dat je een heel jaar je vuilnis niet zou buiten zetten en dat je het gewoon zou laten liggen in je woonkamer. Dan krijg je na verloop van tijd natuurlijk een probleem. En zo is het net zo in je lichaam als je je afvalstofjes, je kleine eiwitdeeltjes die niet meer kunnen gebruikt worden en zo verder niet verwijderd uit een cel door middel van autofagie, dan krijg je daar op termijn problemen mee. En dat is dan vaak bijvoorbeeld in de vorm van kanker. En dat opruimproces, die autofagie, die wordt eigenlijk gestimuleerd wanneer je meer gaat bewegen. En dus deze training zal daar dus ook een positief effect op hebben. Het is ook zo, dus mensen die weinig bewegen, die te weinig hun spieren laten werken, die hebben vaak een te weinig aan autofagie en die hun cellen bevatten te veel restdeeltjes, afvaldeeltjes van verschillende celorganellen, kleine deeltjes die zich in een cel bevinden. We gaan erin vliegen met deze training. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En voor de eerste oefening van vandaag heb je iets nodig waar je kan overstappen. Het hoeft niet zo hoog te zijn als dit. Je kan ook een balpen nemen waar je kan overstappen. Maar de bedoeling is dat je dus aan de ene kant gaat staan, je voeten heft en dan daarover stapt. Heel goed. Ja. Je doet het super. Het hoeft dus niet even hoog te zijn dan dit. Ja. En dan stap je gewoon van links naar rechts. Als je moeilijk je evenwicht kan houden, dan kan je dit gerust achter je stoel doen, of naast je stoel doen, of naast een muur doen. En dan heb je iets meer balans. Heel goed. We gaan nog 1 keer naar die kant en terug. En dan mag je er de flesjes bij nemen. De flesjes die ga je hoog houden, dus hier. Ja, en dan ga je van daaruit je ellebogen naar elkaar brengen. Ja. Heel goed. De flesjes naar de zijkant brengen en dan naar elkaar toe. Heel goed. De borstspieren aanspannen dus. En ook dit mag je telkens iets trager doen dan dat ik het doe. Geen enkel probleem. Je doet wat jij kan. Heel goed. Kom aan, hou het vol. Nog 4. 3, 2, 1 en laat rustig zakken. En dan gaan we steun zoeken bij een stoel. Ja. En dan ga je van daaruit je been zijwaarts heffen. Gestrekt. Het been waarop je steunt mag je eventueel een beetje plooien. Ja. Dan ga je niet volledig sluiten. Je gaat zo ver omhoog als dat jij zelf kan. Dan voel je waarschijnlijk al dat je bilspier aan de zijkant aanspant. Heel belangrijk, dit soort oefeningen. De billen regelmatig trainen. Want deze spieren hebben een heel grote invloed ook op rugklachten, onder andere. Nog 3 keer. Nog 4. En rust. Oké, dan gaan we gewoon aan de andere kant hetzelfde doen. Ja, exact hetzelfde met het andere been. Openen en rustig laten zakken. Dit is dus de abductiebeweging. Weg van ons lichaam. En dan rustig laten zakken. Heel goed, kom aan. Je doet het echt goed. Hou het vol. Fantastisch. Dat is een zware oefening om zo lang vol te houden. Nog 4 keer. 3. 2. En dan gaan we zo dadelijk de flesjes erbij nemen. Die mag je nu nemen. En met de flesjes gaan we een
tweehandige bicep curl doen. Ja, tweehandige bicep curl. En dan uitduwen boven ons hoofd. Ja, dan weer laten zakken. En tot aan ons been laten zakken. Wanneer je naar boven gaat, mag je de flesjes een halve draai draaien. En dan weer laten zakken. Ja, ik draai ze in. En ik laat ze zakken. Heel goed. Kom aan. Duwen. En zakken. Duwen. En zakken. Heel goed. Kom aan. Volhouden. Duw omhoog. En zak. Duw omhoog. En zak. Duw. Heel goed. Kom aan. Hou het vol. 3, 2, 1. Je mag de flesjes even neerzetten. En dan gaan we op de stoel zitten. Ja. En dan zitten we aan onze laatste oefening. Ja. We gaan op de stoel de voeten een beetje heffen. Heffen. En dan gaan we rechtop staan. Volledig uitdrukken die heup. En dan gaan we weer zitten. Voeten heffen. En rechtop. Heel goed. En uitduwen. Heel goed. Hup. Ziezo. Ik zei dat dit dus de laatste oefening is. We gaan elke oefening nog een tweede maal herhalen. Ja, dat doen we vaak. Een oefening herhalen. Zodanig dat je spier nog iets moeier is de tweede reeks. En dan nadien kan de spier recupereren en op een hoger niveau komen. Dit is de laatste. Je mag blijven recht staan zo dadelijk. Hup, en dan gaan we opnieuw over ons boek stappen. Ja, mijn boek is vrij hoog. Je mag gerust een balpen gebruiken. Of iets anders dat lager is. Heel goed. Rustig aan. Doe dit vooral aan je eigen tempo. Ja. En hef je knie zo hoog als het voor jou uitdagend, maar comfortabel is. Heel goed. Heel goede oefening voor balans ook. Die kwamen dan naar elkaar toe. Ja. Als je deze reeks niet kan volhouden tot het einde, dan mag je gerust de flesjes neerzetten en de reeks afmaken zonder de flesjes. Dat is dezelfde oefening. Dat mag je trouwens altijd doen bij elke oefening met de flesjes. Als je ziet, dit wordt wat zwaar, dan zet je ze rustig neer. Ja. Heel goed. Rustig open en dicht. Nog 4, 3, 2, 1. En dan gaan de flesjes op de grond. We nemen er onze stoel weer bij. En dan gaan we het linkerbeen, voor mij toch, openen naar de zijkant. Gestrekt en zakken. Gestrekt en zakken. Ga dus zo hoog als dat jij kan. Het hoeft niet zo hoog te zijn dan ik. En ook hier mag je altijd iets trager gaan. Je doet wat je kan. Het is al supergoed dat je erbij bent. Heel goed. Kom aan. Fantastisch. Nog 4. 3. 2. 1, heel goed, dat is best wel pittig. En dan mag je de andere kant erbij nemen. En dan gaan we hier dezelfde beweging nog één keer doen. Rustig aan. Heel goed. We zijn ondertussen ook hier in de helft. Hou het vol. Als je de reeks niet kan volmaken, geen enkel probleem. Je mag altijd iets vroeger stoppen. We zitten in de laatste 10 seconden. Dus nog 4 keer. 3, 2, 1. En dan neem je er weer de flesjes bij.
En met die flesjes gingen we dus een bicep curl doen. En dan van daaruit naar boven toe indraaien en weer zakken. Ja. Als je die bicep curl naar beneden doet, blijven de ellebogen tegen je lichaam. Dus laat je ellebogen niet naar achter gaan op die manier. Dan haal je ellebogen tegen je lichaam en dan druk je naar boven toe. Heel goed. Ook hier halverwege al, dus nog minder dan 20 seconden. Kom maar, je doet het super. Heel goed. En nu nog één keer omhoog. En één keer zakken. En dan mogen de flesjes aan de kant. En dan gaan we onze laatste oefening doen. Daarbij gingen we de voeten heffen. En dan uitduwen in een squat. En dan weer de voeten heffen. Heel goed. Zowel je buikspieren als je beenspieren werken hier. En ook je hartspier natuurlijk. Want de hartslag die is alweer wat verhoogd. Heel goed. Kom aan. Hou het vol. We zijn er bijna. Nog drie keer gaan we recht staan. Nog drie dus. Kom aan. Nu nog twee. En dit zal de laatste worden. En dan zit het erop. Super goed gedaan weer. Je spieren goed laten werken, dat is heel belangrijk. Use it or lose it. Vergeet niet om te liken. En als je nog niet zou geabonneerd zijn, klik hieronder op abonneren. Dat is helemaal gratis voor jou, maar dat helpt wel bij om de video's aan meer mensen te laten zien. Ik zie je heel graag morgen terug.